Oké, ik zit in de auto. We gaan naar Veulen kijken. Dit is niet de goede kant. Ik heb Daan achterin verbannen. En wat doet ze? Ja, kijk, ik ga het even laten zien, dames en heren. Ze zit met de haar tussen de deur. En het erge is dan ook nog dat haar zus, Steef, die rijdt gewoon door. Ja, hoe moet ik dan? Dus het... Nou ja, je had ook kunnen stoppen terwijl we nog niet afsloegen hier net, zeg maar. Ja, maar elke kans om een beetje te irriteren moet je aangrijpen, toch? Dus succes dan. Dank je. Niet te veel bewegen, denk ik. Nee. Maar. Leuk als het naar buiten vlapt. Ik kan het dus uittrekken, denk ik. Goed. Oh ja, ik heb het. Oh, ze is er dus uitgetrokken. Ze is 20 haren minder kwijt. Of ja, daar hangt wel een plukje in de deur, zeg maar. Zoals verteld, we zijn onderweg. We gaan naar een Veulen kijken. Nou, zij gaan naar een Veulen kijken. Want jaarling, ik durf niet. Oh, sorry. Jaarling. Want ik durf dat natuurlijk helemaal niet. Maar ik wil wel in de toekomst een opvolger voor Verona. Dus ik moet dingen leren. En nu heb ik ze allebei opgesloten in een auto. Dus ze kunnen me hooguit eruit gooien. Maar ik heb bij de politie gewerkt. Dus ik kan ook allerlei dingen op vechtgebied. Dus de kans dat ze mij er daadwerkelijk uitgooien is niet zo heel groot. Ja, precies. Maar we gaan dus naar de andere kant van Nederland. En daar gaan we kijken ook naar... Ook nog proberen voor 6 uur terug te zijn. Nou, dat gaat nooit lukken. Oké, voor 6 uur terug te zijn, nou ja, knap als het lukt. Want het is 2 uur rijden of zo? 1 uur 45 minuten. Oké. Buiten de spits. Dus dan... Nou, oké. We zien wel. Maar goed, we gaan dus naar een volkleurige Merry kijken. Eigenlijk alles wat ik hebben wil. Alleen ik heb geen budget, dus dan houdt het snel op. Maar hun vinden hem ook heel leuk. En waarom? Omdat het een valk is. Omdat, dat is de enige reden? We gaan nu dus gewoon 3,5 uur in een auto zitten, omdat dat een valk is. Nee, haar moeder is een spiel, van Henk Spielberg. En Dreamgirl is ook van Henk Spielberg. Ja, en dan is hij nog valk. En het is een soort connectie, denk ik. En het is een McJonas, dus die zijn vaak wat cooler. Dus je kan die en springen en dressuren. Dus... Allround paard. Ja, dat klinkt wel heel leuk. Oké, maar wat gaan jullie met een allround paard dan doen? Lange stilte, we zullen er even een muziekje onder zetten. Dat is niet. Maar Cashmere is bijvoorbeeld ook springdressuur. En dat is voor mij heel goed. Want daar kan natuurlijk allemaal leuk op die hitte petitjes rijden. Maar dat is niet echt aan mij besteed. Dus ik zoek eigenlijk gewoon een wat stabieler paard. Dus dat, ja. Dus een opvolging voor Cas. Ja. En we hebben een filmpje gezien van de volle broer. Ja, dat ziet er toch wel gewoon qua beweging best wel eigenlijk heel goed uit. En toch heel stabiel. Dus dat is wel top. En je gaat dan ook echt op rijden? Ja, dat is wat we moeten. Moet ik dat is mijn vraag dus nu. Ja. Of ga je daar naar kijken en dan kijken, oh, ze is een mooi, ze is een valk. Dat ook. Maar kijk, ik ga natuurlijk ook die opleiding doen tot coach. Dus okay. Dat zou natuurlijk ook nog wel... Een coachpaard kunnen worden? Ja. Dus een rij/coachpaard, want ik weet niet of onze dressuurpaarden daar per se geschikt voor zijn. Zeker voor mensen die wat hoger in hun energie zitten. En dan als je kijkt naar haar afstammeling en zo, verwacht je dan dat zij heel hoog kan komen in of springen of dressuur of een eventing? Dat, ja. Natuurlijk is het gok, maar dat ik ben gewoon nieuwsgierig. Je. Zeker omdat je denkt de ouders niet persoonlijk kent, is dat, ja, dat is toch een gok, denk ik. Als je We weten niet of we het gaan doen, maar ja, als je natuurlijk bijvoorbeeld bij Dreamgirl kennen we ook haar moeder. En dan zie je toch wel dat een dochter best veel van een moeder krijgt qua karakter en werkwilligheid. Dat soort dingen. Dus dit is meer een gok dan Dreamgirl was? Ja, okay. Dreamgirl was helemaal geen gok, dat was natuurlijk gewoon een zekerheidje. Het is zo gebouwd. Nou, daar reed je natuurlijk al heel lang voordat wij hem kochten. Okay. Dus je wist natuurlijk precies wat je koopt. Dus ja, waar zij werkt, die kennen de moeder natuurlijk ook heel lang. Die kennen de andere nakomelingen. Dus dat was natuurlijk, ja, natuurlijk, een paard koopt altijd een gok. Maar is dat is ook alles. Ik bedoel, als ik speelgoed voor Liv koop, is dat ook een gok. Of het heel blijft of niet. Dus dat is, ja, weet je wel, dat is zover. Maar dit is dan nog iets meer een gok, omdat je de ouders niet kent. En omdat we die hengst... Nou ja, die geeft best wel gewoon stabiele nakomelingen. Maar je weet het natuurlijk nooit. Oké. Nou, spannend. Nou, we hebben een filmpje gezien van de volle broer en hoe die beweegt en hoe die zich houdt. En dat is gewoon hengst. En die loopt op een manege super braaf ertussendoor. Dus dat geeft dan wel een beetje dat je denkt, oh, oké. Dat is wel goed. Dat, ja.
Maar goed, het is dus een paard waarvan je verwacht dat hij wel wat kan gaan presteren. Ja. In een van de twee of een van de drie sporten. Ja. En je gaat dus nu kijken naar dat veulen. En wat zie je er dan aan? Nou, hoe die gebouwd is. Kun je gedeeltelijk zien. Hoe het fundament is. Of hoe sterk fundament is. Ja. Dus dat is de lengte van de rug. Of die stevige kogel en knie gewricht heeft bijvoorbeeld. Gelijk op de voeten staan. Gelijke voetjes. Dat hij niet één heel stijl voetje hebt en één hele platte voet. Nou, we hebben van Franklin geleerd dat dat gewoon niet zo heel handig is als je een stijl en een plat voet hebt. Je boekje laten? Gaan we even koffie halen of rijden we even een klein stukje door? Maakt mij niet uit. Ik heb er geen mening over. Steek me toe. Nou, dan ik ook. Stoppen. Waar gaan we eigenlijk stoppen? Nou, hier bij de dingen. Oké. Nee, dus we gaan kijken of die alles een beetje gelijk gebouwd is. Of die zijn voeten gelijk zijn. Of die inderdaad sterk van de mensen. Of het ook een nieuwsgierig paard is. Hè? Of een heel... introvert paard. Ja. Okay. Ik vind met een paard altijd, je moet er eigenlijk een soort klik mee hebben. En je dan, ziet hem en je wil hem hebben of je wil hem niet hebben. Als je hem voor jezelf koopt, dan vind ik, moet je er een klik mee hebben. En Daan had dat met Dreamgirl, Daan had dat met Zeeland. Ik had dat met Kashmir. En dat blijkt dan toch dat dat paarden zijn die dan... Hoe moet je dat zeggen, Daan? Zeg je? Nou, dat je gelijk zo'n klik met zo'n paard hebt en dat je daar dan ook heel lang heel veel plezier van hebt. Ja. Omdat je gewoon, ook al vindt een ander hem stom, jij hebt gewoon met een paard. Daar sta je dan toch elke dag weer voor op, geef je al je geld dan uit en dat doe je met plezier. Ja. De uitleg van Steven Daan. En ik ga mee om dit dus allemaal te gaan begrijpen en te snappen dat tegen de tijd dat ik een wat jonger diertje wil gaan kopen, ik ook wel snap en kijk. Begrijp waar ik naar moet kijken. Leerzaam. We zijn inmiddels op de terugweg. Jullie hebben twee stappen van het paard kunnen zien, voornamelijk omdat het voor mij helemaal niks is. En waarom is het niks? Een paard is fantastisch hoor en ziet er mooi uit en alles erop en eraan. Maar één, ik hou al niet van als zo'n hoofd wat bollig is. Dus dan is die afgekeurd op exterieur. Ja, sorry, zo ben ik dan ook wel weer. Ik vind toch wel eentje van een jaar heel erg jong, nu ik het gezien heb. Dat is toch anders. Als je er daadwerkelijk voor gaat kijken, dan... Ja, het is echt een baby en die zal inderdaad nog 2 jaar naar de opvoed moeten en dat vind ik allemaal helemaal niet erg. Daar zit ik ook niet mee, maar ik wil toch wel graag, zoals dat andere paard, dat was wat ouder, die is dan 3. Ja, zo'n onzekerheid, hè, zo'n jong paard. Ja, zeker. En dan zeker als je hem dan nog 2 jaar ergens neer moet zetten en dan maar hopen dat je dan wel een klik daarmee krijgt. Terwijl het andere paard was 3. En die vond ik eigenlijk direct leuk. Leuke lange oren en helemaal niks speciaals verder qua kleur of zo. Dat is natuurlijk ook wel... Je gaat daar kijken en je weet dat je het een leuk kleurtje vindt. En je weet dat je hem niet gaat kopen. Dus je gaat daar automatisch ook heen dat je denkt, oké, ik moet hem sowieso niet leuk vinden. Als ik hem per se absoluut ongelooflijk mijn paard was geweest, had ik een manier gevonden om hem te kopen. Zo doe ik dat altijd. Ik ga altijd kijken. Ik ga nooit kopen. Ik ga altijd alleen maar kijken. Maar ik heb Blondie ook gekocht. Ja, oké. Maar ik zou dan denken, als ik mee zou gaan naar een paard kijken waarvan ik denk, zou ik het zelf misschien ook wel leuk vinden. Zou ik gewoon van tevoren denken, oké, Steven vindt gewoon sowieso niks. Je kijkt er niet naar. Het is gewoon sowieso niks voor jou. Nee, zo ga ik er niet in. Ik ga erin van, jullie gaan een paard kopen misschien. En als je dan zegt, nou om die en die reden doe ik het niet. En dat zou voor mij acceptabel zijn, die redenen. Dan, en ik zou hem echt willen hebben. Dan had ik hem gekocht. Ja. En hadden jullie hem wel willen hebben, maar niet zeker wetend, dan had ik misschien wel gaan zeuren of ik hem mag kopen. En dan had het antwoord in het ergste geval nee kunnen zijn. Ja. Nee, dus... oké, niet, maar dat was meer de vraag. Ja, nee, goede vraag van jou. Niks mis mee, klopt. Maar ik had dat andere paard, vond ik gewoon veel leuker. Ja. Daar had ik ook wel gelijk meer mee. Daar had ik ook veel meer zin om te aaien. En dat had ik met die 1-jarige had ik dat dus helemaal niet.
En ja, het is een leuk kleurtje en verder een goed paard en hij kan waarschijnlijk alles en zal misschien heel fantastisch worden, maar was niet mijn paard. Dus dat was heel erg leuk om mee te maken, vooral omdat ik nu weet wat ik niet